Hallo, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik dacht, misschien is het wel leuk om iets te delen over mijn leven op dit moment. Wij wonen op dit moment, of ik woon op dit moment samen met uiteraard mijn man en mijn zoontje Max. We wonen in Twente, zoals je misschien wel hebt kunnen horen aan mijn accent. We hebben op dit moment een koophuis, daarin zit ik ook nu. Dit is onze slaapkamer met de beide borden, zoals ik laat al een keer eerder in mijn filmpje heb laten zien. Het andere bad hangt er ook. Liefde waar je nooit genoeg van kunt geven, krijgen en hebben. Toch? Ja. deze heb ik ook gemaakt op mijn vrijgezellenfeest met mijn lieve vriendinnen die deze workshop voor mij bedacht hadden. Echt superleuk. En die hangen dus in mijn slaapkamer. En wij wonen dus nu nog in dit koophuis. Wij wonen hier nog anderhalve maand ongeveer op dit moment, nu ik dit film. En we gaan verhuizen. We gaan verhuizen in eerste instantie naar een huurwoning, een tussenwoning. Met drie fijne slaapkamers, een hele grote zolder. En gewoon een hele prettige grote woning waar we lekker al onze spullen kwijt kunnen voor de tussentijd. Want wij gaan uiteindelijk verhuizen naar een nieuwbouwwoning. Deze wordt op dit moment gebouwd. Zijn ze begonnen met het aanleggen van de fundering. En het is superleuk natuurlijk. Dus daarom wou ik het ook graag met jullie delen. Omdat dat een van de dingen is die wij dit jaar besloten hebben om te gaan doen. Waar ik ook energie van krijg, waar ik blij van word. En daar gaat het YouTube kanaal natuurlijk over. Persoonlijke ontwikkeling, maar ook waar word ik nou eigenlijk gelukkig van. En ik vind het echt super tof dat wij naar een nieuw huis gaan. En dat we dat straks gaan inrichten. Wat ik overigens een hele uitdaging vind. Dus als je nog tips hebt, hoor ik het graag. Maar daarover later meer. Maar ik denk dat het wel een drukke periode zal gaan worden met verhuizen en veel nieuw. Maar ook een hele leuke periode waarin toch wel het een en ander verandert. En we weer nieuwe inspiratie krijgen voor de toekomst. Dus ik dacht, het is wel leuk om dit met jullie te delen. Zodat jullie ook weten dat dit aanstaande is. En dat dit gebeurt in mijn leven. Dus bij deze. En dat was wat ik vandaag wou vertellen. Dus wil je nog meer horen, abonneer dan vooral op mijn kanaal. En graag tot de volgende video. Doeg!